Olympic Moves 2017. Yo, net als jij naar Koken TV. Ik ben Bradley. Ik ben Jerenzo. Ik ben Jeroen. En wij zijn Coolbox. We maken van saaie superleuke dingen. En jullie hebben aangegeven dat jullie wachten super saai vinden. Jammer genoeg kan mijn rijder vandaag niet bij zijn, maar we hebben een goede vervangster, namelijk Linda! Mijn naam is Linda de Munk. Oh ja, ook nog even laten zien wat ik vrienden heb. Naar welke festivals ik allemaal ga. En wij gaan wachten vandaag leuker maken. Dames en heren. Ready, praat. En laat je horen voor Linda de Munk. En op laag nummer 3, Jeroen van Holland. En tot slot de sportieve Jeroenzo Slingeland. Op uw plaats. We zijn vandaag bij Olympic Moves, de School Finals. Dat betekent dat 6000 scholen hier vandaag hier naartoe komen in Amsterdam om tegen elkaar te strijden in 15 verschillende sporten op 22 locaties. We gaan hier een alternatieve prijs uitreiken voor de beste support act van de dag die we uiteindelijk gaan vastleggen op een boomerang. En de winnaar van die boomerang krijgt namelijk een superleuke prijs, namelijk een overnachting in Walibi voor 8 personen. Ja, en ik ga op zoek met Bradley en Jeroen met Jerenzo. Dus laten we eerst naar de sporters gaan. Linda en Bradley zijn klaar voor. We hebben ons omgekleed in lekker sportieve kleding. Waar komen eigenlijk de beste sporters vandaan? Geen idee eigenlijk. Vrienden! Liebes college! Jongens, hoe waren jullie supporters? Ja, echt super enthousiast. Ja, toch? Ja. Maar nu gaat de echte challenge beginnen. Ja, dus we krijgen allemaal een kar met allemaal attributen. En wij moeten op zoek naar het beste team die het meest supportive is. En dat moeten we vastleggen op een boomerang. Ja. Oké, okay, nou dan gaan wij dikke top. Dan gaan jullie ja, wij gaan naar okay. Ja. Veel plezier. Okay. Ja. We gaan nu naar de atletiekbaan en dan gaan we op zoek naar leuke super enthousiaste teams. Ja. Yeah. Oké. Okay. Zagen mensen wachten, ze dachten meteen, huppatee, kom maar naar beneden. Ja, want op de tribune zit iedereen hier dus te wachten en dat moeten we natuurlijk wat leuker voor ze maken. Waren je net aan het wachten? Ja. Ja. Dus wachten saai? Ja. Laten we even gaan kijken inderdaad. Wat ja, doe jij die maar. Ja. Oh, dit is een Rastafari. Oh my god. Oké. Okay. Ik blijf hier wel staan. Twee, ja. Yes. Heel goed gedaan. Ook een high five. Oh, nice. Dat de boomerang super leuk. Goed gedaan. Inderdaad. Dank u wel ook. Ja. Oké, okay, Jeroen, we staan nu voor de hoofdingang van het volleybalveld. Hier heel veel, ik zie twee basketballen liggen, ik zie boa, ik zie een leuk hoedje. Het is allemaal in ieder geval heel flamboyant. Ja, dus daar kunnen we iets mee doen. Oké, okay, ik ga het even vragen. Daar naartoe. Wat de bedoeling is, er is een ander team die nu precies hetzelfde aan het doen is. Lijkt jullie leuk om hier aan mee te werken? Ja. Okay, top, nou dan kunnen we beginnen. Er kwamen net al twee meisjes naar ons toe, want die zeiden we willen ook een keer. Kijk, ze lopen daar. En nu gaan we met ze mee naar het verspringen, want daar staat een team klaar om de boomerang te maken. Je hoort het waarschijnlijk niet, want er is nu een drumstel bezig. Maar we staan nu bij de dames uit. Vecht! Vecht! Gaan we allebei de prullenbakjes doen? Ja. Okay. Zijn we er klaar voor? Ja! Voorlees, zijn we er klaar voor? Ja! Is Vecht er klaar voor? Ja! Zeker! 3, 2, 1... Yes, ik vond het echt top. Ja, het gaat toch super snel hier op de atletiekbaan. Dus we gaan nu even naar een andere locatie om daar nog wat teams te scoren die aan het wachten zijn. Wij zitten hier nog steeds met het volleybalteam uit Alkmaar. Hey! En wij weten nu onderaan wat we gaan doen. Jerenzo is de letters aan het schrijven. Ja, we maken een bord. Hier wel vast twee letters, maar dat zien jullie straks wel. Er komt een ratslag. We gaan met hoeden gooien. Hey, hoppa! En jullie gooien nog je hoeden de lucht in, toch? Oh ja. Oh, ja. Ah, hey. Ja. Ik moet even kijken. Dus jij. Nee, wij hebben geen vanuit. Oké, 5, 4, 3, 2, 1.
Ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Ik heb er geen idee. Misschien is het wel helemaal niet gelukt hoor. Is het leuk? Ja, ik vind het leuk. Je ziet die ballen. Enthousiasme spat er vanaf, hè. Zo leuk is het. Thanks. High five. Ja, we hebben een hele grote groep gevonden, maar ze zijn super enthousiast en pakken alle attributen, dus dit gaat echt top worden, hè. En we hebben een leuk wachthokje, wat echt helemaal bij het thema past. Top! Ja! Ja! Ik ben benieuwd! 3, 2, 1... Spreek gaat fout, spreek gaat fout! Waar staat er van op? Oké, we gaan naar het volgende team. Oké, we hebben een nieuw team gevonden. Hallo! Okay. Maar, nee, je moet haar wat geven, want zij heeft nog niks. Ja, oké, Lina, doe jij het niet. We hebben nog wel een onesie van een eenhoorn. Het is chaos, we moeten straks een wedstrijd spelen, dus we gaan gewoon iets proberen en we kijken of het leuk wordt. Jawel! Het zou best leuk kunnen worden. Klaar? 5, 4, 3, 2, 1... Ja, die is echt heel cool. Nice. Oké, dames en heren, bedankt. Jullie hebben het super goed gedaan. En ja, succes. Mensen met achterwaartse saldo, super tof. We hebben hier zelf nog een kaart met allemaal spullen. Ja, we hebben allemaal attributen. Is dit een... Ik ga in die flamingo pakken. Zijn we er klaar voor? Ja. Ja. Oké, komt ie. 3, 2, 1. Wow, sick. Nice. Hey, we zijn nu op een andere locatie. Jeroen, waar zijn we? We zijn in de arena weer terug. Weer terug, want er zijn veel meer andere teams, veel meer andere sporten. Laten we nog even een boemerangetje maken. Gaan we doen. We hebben nog een team gevonden uit Friesland. Hey! Jullie hebben allemaal de hoedjes op en de boa's en de vlag. Oké, we gaan aan de slag. 3, 2, 1... Zijn jullie nu pas klaar? Jeetje! Ja, maar misschien betekent dat ook wel dat we hele goede boemerangs hebben gemaakt. Nou, die van ons zijn ook vet goed hoor. Maar bij eentje hebben we echt heel veel tijd besteed, dus daar zou het aan liggen. Het eerste team hadden we deze. Dat was met een leraar en die ging toen een soort van acrogymnastiek doen. Deze uit prullenbakken. Dat is ook heel leuk, een hele leuke meisjes trouwens. En deze? Duckout. En we hadden de laatste met... Met als een backflip spinnen. Dat was wel heel cool. Ja, dat was oké, dat is wel vet. Ja, perfect. Ja. En jullie, laten we zien. Nou, we hebben deze gedaan. Met allemaal de plaatjes die we hadden getekend en ballen die gegooid werden. Dat is echt leuk, ja. We hebben deze. Oh, top. We hebben die eenhoorn. En als laatste hebben we nog deze. Leuk. Uit Friesland. Ja. Dat kennen wij daar. Ja. Ik ben echt jaloers op jullie, jongens. Jullie hebben het echt goed gedaan. Welke vonden jullie het best? Ik denk dat wij gaan voor diegene met de volleyballen, ratslag in die blaadjes, daar gaan we voor. Ja. En wij, welke vonden wij het best? Ik denk met die vuilnisbakken. Ja, die oranje vuilnisbakken, ja, inderdaad, dat ze eruit kwamen, ja. We hebben allemaal onze nummer 1, dus we moeten nu eventjes door steen, papier, schaar beslissen wie er wint. Steen, papier, schaar. Oké, gaan wij dat doen? Die heeft 3 punten. Oké, is goed. Oké. Steen, papier, schaar. 1. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. 2. Ja, ik heb al... Vonden jullie nou dat we het wachten leuker hebben gemaakt? Laat het dan even weten door een duimpje omhoog te doen op deze video. Heb je nou nog een hele saaie situatie die wij leuk moeten maken? Laat het even weten in de reacties. En wil je nou zien wat we in Ibiza gedaan hebben? Klik even op de link in de beschrijving en abonneer op CookTV. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei! Yeah.